Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan Nijmegen in het kader van European Green Capital 2018. Hij begon zijn bezoek bij het bezoekerspaviljoen op het Kelfkensbos dat duurzaam ontworpen is. Wethouder Tiemens was ook aanwezig om toelichting te geven en er werd met vrijwilligers gesproken. Vervolgens ging de majesteit naar de onlangs heropende Bastij, waar hij een rondleiding kreeg. Aansluitend was er een ontmoeting met vertegenwoordigers van enkele duurzame maatschappelijke initiatieven, zoals een circulaire woning met duurzaam meubilair, de actie Steenbreek, tegels eruit en plantjes erin, leven zonder afval en Sit & Heat, een alternatief voor terrasverwarming. Na de gesprekken was er een wandeling via de Lindenberghaven naar de Stadswaard. Bij de Lindenberghaven werd een toelichting gegeven op het project Walk of Waste. Dit zijn door Nijmeegse kunstenaars versierde afvalbakken. Het bezoek werd afgesloten met een korte wandeling door natuurgebied de Stadswaard aan de stadsgrens van Nijmegen.